De regering heeft besloten om het tekort aan gekwalificeerde wetgevingsjuristen binnen de Surinaamse overheid tegen te gaan. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in de Nationale Assemblee aan tijdens een jaarrede voor het dienstjaar 2024. In samenwerking met de Anton de Kom Universiteit is er besloten om dit jaar wederom een post-academische masteropleiding tot wetgevingsjurist te laten verzorgen. In 2024 zal de verdere modernisering en verzelfstandiging van de rechterlijke macht ter hand worden genomen. Meneer voorzitter, binnen dit kader ligt er reeds een ontwerpwet rechtspositie rechterlijke macht bij uw college ter behandeling. De leiding van de rechterlijke macht is thans compleet met de benoeming van de procureur-generaal, die 2 jaren voorafgaand aan haar benoeming in het ambt heeft waargenomen. Voor zowel het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie zullen RAJU-opleidingen worden gestart, zodat de professionalisering en uitbreiding van de rechtshandhaving belangrijke organen geëffectueerd kan worden. De president liet ook weten dat de zorg voor de volksgezondheid een hoge prioriteit blijft. De huidige financiële middelen zijn volgens het staatshoofd nu niet toereikend om aan alle behoeften tijdig en in voldoende mate te voldoen. Investeren in aanschaf van medische apparatuur en apparaten, middelen en medicamentenvoorziening zal ook hoge prioriteit hebben. De regering blijft streven naar een healthy lifestyle en voert in dat kader ook diverse programma's uit voor de versterking van de primaire gezondheidszorg. President Santokhi zei ook dat ten aanzien van de houtsector enkele acties zijn ondernomen, waaronder aanmaning van houders van niet of niet optimaal benutte concessies, uitbouwing van het automatiseringssysteem als onderdeel van het nationale bosmonitoringssysteem. Laatstgenoemde dient voor verbetering van de registratie en traceerbaarheid van gekapte houtblokken. Opzetten van een meldkamer, waardoor het mogelijk is om middels camera, live systeem, de controle vanuit het hoofdkantoor van SBB te verbeteren. Vooral bij de boswachtersposten langs de posten op Stolkers-Ijver, Paranam, Libanonweg, Peking Sarong en Redidoti. Ook zijn er ter versterking van duurzaam bosbeheer en het verhogen van de inkomsten uit de houtsector de tarieven van de bosbouwheffingen aangepast, wat zal leiden tot verhoging van de inkomsten met 170% uit deze sector. Voorzitter, dit jaar is er maar liefst 390.000 kubieke meter hout geëxporteerd met gerealiseerde exportinkomsten van 81,3 miljoen. De president liet ook weten dat de export van rondhout uitgefaseerd zal worden. Verder zei het staatshoofd dat het Bauxietinstituut Suriname naar verwachting wederom een prominente plaats zal innemen in het economisch bestel. De bedoeling is om dit jaar nog een Request for Expression of Interest de wereld in te sturen, waarop bedrijven en consortia kunnen reageren.